Veel ontwikkeling. We zullen vanavond een paar dingen eruit halen. Gelukkig wordt het jullie boeren tegenwoordig makkelijk gemaakt. Zou je vroeger nog tegen vrouw, vanavond pakken we een dvd'tje en gaan we rustig op de bank ontspannen en een filmpje kijken. Tegenwoordig kun je wel achter de computer kruipen, een klikje op internet, op melk op een paar gaan strategiefilmpjes aan. Er staan ondertussen al een stuk of 20. Kun je mooi iedere avond een ander filmpje kijken en zo raak je helemaal bij over ontwikkelingen in de wereld. Maar goed, de conclusie is vaak allemaal keuzes die we maken en nog meer keuzes en nog meer keuzes. Wat ga ik nou doen? Ik kan er wel gek van worden bij tijd. We pakken een paar uit. Allereerst wil ik mezelf even voorstellen. Aquanavm heeft Dick zelf uitgebreid voorgesteld. Mijn naam is André Jan de Boer en ik ben agrarisch adviseur voor Aquanavm. In mijn dagelijks werk kom ik veel met de boeren thuis om samen met u te kijken naar hoe staat het bedrijf ervoor, wat zijn nou die ontwikkelingen in de wereld, wat zijn er al die keuzes en hoe kunnen we daarmee omgaan. Maar naast dat vak heb ik nog een andere grote hobby en dat is hopelijk ook uw hobby, dat is namelijk melkveehouder zijn. Ik heb zelf nog een melkveebedrijf vlakbij Leeuwarden. Ik maak daar een 7 ton koten op een dikke 40 hectare. En ik heb dat bedrijf een aantal jaren geleden van mijn vader overgenomen. Waarom? Ik kon de AVM ook wel verdienen, maar het is iets dat bekruipt je. Dat vind je mooi en dan wil je daarmee aan de slag. Maar dit werk is ook mooi en zo combineer je dat dan en probeer je dat rond te zetten. Dan maak je ook keuzes en eigenlijk werkt het bij ons momenteel zo. Mijn vader werkte 20 uur en medewerker voor 30 uur, dus 50 uur ingekocht arbeid. En dan werk ik zelf nog, s'avonds en in de weekend, en op die manier zetten we dat bedrijf rond. En soms moet je ook s'nachts werken, net zoals afgelopen nacht. Hadden we een lezing gehad, kom je thuis om 12:30, dan deed je nog even het voerhout aandrukken en snel blad. En dan zie je weer dat die koeien ook wel eens dwars zijn, want wat hadden ze dan? Het hek tussen de drogen en de melkkoeien gemold. En dan loopt het door elkaar. En dan kun je het ook net doen alsof je niks ziet. En gewoon maar naar bed gaan, maar ja, dan weet je bijna wel zeker dat volgende dag, als je vader die langzaam aansluit, dat je dan 100% pure pakt en een extra draaikamer binnen sloppert. En dan weet je zeker dat je niet blij wordt van de eerste volgende melkveld afrekening. Dus dan moet je eerst weer even naar de slaagsnacht. En zo gaat het leven dan van een adviseur en een boer gecombineerd. Maar boeiend. En waarom boeiend? Er komen veel dingen op je af. Veel keuzes te maken. Aan de ene kant is het lastig, aan de andere kant is het ook leuk. Mag de volgende pakken. We gaan eens even kijken naar de ontwikkelingen. We kunnen die politieke beschouwingen erbij pakken. Hè? Van wat gebeurt er allemaal vanuit de EU? Wat verwachten we van de quotering? Maar daar gaan we nu even niet bij stilstaan. Ik ga ervan uit dat jullie dat in de bladen al uitgebreid hebben kunnen volgen. We gaan eens even kijken naar het geld. Er moet gewoon geld verdiend worden. Althans, dat wil je. Als je een keer boer bent, dan heb je die keuze gemaakt voor het vak. En dan zeg je, binnen die randvoorwaarden, binnen die kaders, ga ik proberen een optimaal resultaat te halen. Toch? Dat is de uitdaging. En wat is er dan mooier dan wanneer het product wat je maakt, dat het ook nog goed verkocht wordt. Dat mensen er goed voor willen betalen. Nou, laten we hier eens op een rijtje zetten wat er gebeurt. We pakken even het saldo eruit. Het saldo is opbrengsten en variabele kosten. Een hele cijferbrei die je zo voor je ziet. Maar we beginnen dus bovenin. Want daar zit eigenlijk de kern van het punt waar we vanavond bij stil moeten staan. We zien de jaartallen staan en daaronder de melkprijs. En in het begin hebben we nog een melkprijs die ooit realiteit was en die nu wel lijkt alsof we het gedroomd hebben. 37 cent. En dan zakt hij zo weg. 32. Dit jaar is de verwachting dat hij zo'n 31 zal zijn. En volgend jaar, ja, wat gaat hij volgend jaar doen? We zetten er maar eens wat vraagtekens neer. 27 cent. Waarom? Friesland Foods zegt 25. Dat heeft al aan de nuance daaromtrend. Maar hij zit laag. Vreemd, hè? Een partij die je melk moet gaan vermarkten, dat hij het laagste zit. Want wat zien we verder? Een paar optimistische melkveehouders, die toch niet op hun achterhoofd gevallen zijn, en goede kijken op de markt, die zeggen van nou, bij 30 cent daling houdt het wel op. Die zijn duidelijk optimistischer. En kijken we naar banken, zoals hier vanavond ook veel aanwezig in de zaal. Rabobank zegt in zijn visie bijvoorbeeld, we verwachten dat hij tussen de 26 en 28 uitkomt. Daar hebben we een andere bank, die laat hem zijn begrotingen zakken van 31 naar 27,5. Ja, goed, zeg het maar. Wat wordt die in de toekomst? Laten we de berekeningen er eerst nog vanuit gaan. Die 27, die nemen we mee. Nou, wat we zien is, dat saldo is de laatste jaren die melkprijs zakte. Maar het saldo is toch een redelijke pijl gebleven en hier zelfs weer gestegen. Dat lijkt niet op aarde. En hoe komt dat nou? Gelukkig is die melkprijsdaling grotendeels opgevangen door de melkpremie. En we zijn eindelijk bijna 4 december. Hè? 5 december Sinterklaas. De week van 4 december stond er in de kortbrief. Krijgen we eindelijk dan die melkpremie overgemaakt. Veel mensen zitten erop te wachten, heb ik het gevoel. Maar dan komt die binnen, die 3,4 cent.
Daar is hij. Maar ja, wat doet hij in de toekomst? Blijft hij? Dat wordt toch aan alle kanten naar gezaagd. Daar kun je hele verhandelingen over houden, kun je een aantal opvullen. Maar laten we er maar eens uitgaan dat hij de helft is van wat hij is, van wat hij nu krijgt. Dus 1,7 cent. Lopen we dan de rest van de kwastprijsverhaaltjes even door. Dan zien we dat, ja, die andere cijfers komen, dat is op zich niet heel spannend. Hier zie je dus tussen bedrijven wel veel variatie. Dus het is voor u een absoluut een punt om te kijken hoe zit ik hier en hoe verbeter ik dat? Hoe zet ik dat optimaal op mijn bedrijf? Maar wat eigenlijk van belang is, is dit verloop te zien. Oef. 23. En dat is schrikken. Want zal dat nou waarheid zijn? Nou ja, op basis van informatie die vanuit de wereld om ons heen op ons afkomt. Ja, zal dat wel eens waarheid kunnen zijn. En wat betekent dat dan voor je slagkracht, je reserveringscapaciteit, de capaciteit die je hebt om te kunnen aflossen en te herinvesteren? Je zegt van 9 naar 3,5. De marge wordt zelf negatief. Dus daar worden we niet blij van. De vraag is hoe daar nu mee om te gaan. We willen die daling in het saldo compenseren. Nou, we zien hier, we zijn een bereikje in het huidige jaar, waarin het nog goed was. Een kwotum van 6 ton, een saldo van 28,8. En dat betekent dat ik een totaal saldo op mijn bedrijf heb van 173.000 euro. Nou, mooi. En dan gaan we naar de toekomst, waar die melkprijs dan die 27 cent wordt. In het middelste blokje hebben we dan de premie nog 3,4 gehouden. In het laatste blokje laten we die premie zakken. Dat is hetzelfde als we zo net helemaal rechts op de figuur zaten. Die premie naar 50%, naar die 1,7. En dan zien we dus dat er dan van het kwotum nog maar 142.000 euro overblijft. Een daling van 31.000 zien we dan aan de rechterkant staan. Dat is 31.000 euro minder dan in de beginsituatie. Je ziet dat het kwotum is wat groter. We weten allemaal, 0,57% kwam er vorig jaar bij. Die zal dit jaar wel weer komen. En daarna nog een keer. En daarna weer en weer en weer. En wordt die misschien wel groter. Verruiming van het kwotum is momenteel een issue. Nou, we gaan eerst maar vanuit dat het bij die 609 uitkomt. En dan zien we gewoon dat we in die middelste situatie 22.000 euro minder hebben. En in de rechte situatie 31.000 euro. En dat willen we natuurlijk gecompenseerd hebben. Want hoeveel is dat dan nu 30.000 euro? Als je kijkt naar wat een gemiddelde Nederlander verdient, modaal salaris, dat zit zo'n beetje op dit bedrag. Dus u raakt gewoon een jaarsalaris kwijt van een gemiddelde Nederlander. En daar word je natuurlijk niet blij van. Dus dat moet ergens anders vandaan komen. Kan dat komen door andere uitgaven, kostenbesparing, technisch beter boeren? Dat is wel 5 cent per liter. En 5 cent per liter op je resultaat pakken is veel. Als die ruimte erin zit, dan moet het heel snel gaan pakken. Het is in ieder geval voor je school belangrijk om te kijken hoe is je kostprijs opgebouwd. Want dan kunnen we ook een heel avond overhouden van hoe kan ik er door meer uit mijn bedrijfsvoering halen. Maar dat doen we nog niet. Wat je ook wel ziet, is dat er inkomsten naast het bedrijf binnen worden gehaald. Dat is niet altijd handig, maar soms ook wel. Want als je een bedrijf hebt met een bepaalde omvang en een structuur en je zegt ik heb nog wel tijd over, maar ik ben nog niet toe aan grote doorinvesteringen, dan kan het best interessant zijn om te kijken van kan ik naast de deur iets pakken. Bijvoorbeeld jezelf als ZZP'er verhuren en op die manier voor een bepaald uurtarief speciaal wegschrijven. Daar zijn hele goede mogelijkheden voor. Op die manier meer geld binnenhalen. Het volgende is, we gaan groeien. Groeien in kilo's melk. Dan kunnen we het hebben over quotum kopen en quotum leasen, dat gaan we zo meteen ook doen. Maar er komt een keer een cadeau aan. En dat cadeau, dat komt in 2015, of misschien wel eerder. En dat betekent eigenlijk quotumverruiming, quotum dat wegvalt. U kunt weer vrij gaan melken. U mag zomaar meer gaan melken. En hoeveel moet u dan eigenlijk extra gaan melken om die inkomensdaling op te vangen? Aan de rechterkant is dat 133.000 liter extra. Keer die 23 cent, hebt u ook weer die 31.000 euro te pakken. Dat is uiteindelijk maar 22% van de productie. Maar goed, kan dat zomaar zonder kosten, zonder investering zoals hier staat? Dan gaan we verder kijken. Stel er moet wel geïnvesteerd worden en u pakt niet die 23 cent per liter, maar er blijft nog maar 10 van over omdat u daarmee moet investeren. Dan moet u wel even heel wat meer groeien. In de meest rechtse situatie is dat ruim 3 ton. 3 ton keer je 10 cent zit je weer op die 31.000 euro. Zo kun je dat gaan dichten. De vraag is natuurlijk van ja, hoe krijg ik nou die 300.000 liter erbij? En hoe krijg ik dat gaatje qua investering gevuld? Hoe hoog moet die investering nou zijn? Moet ik investeren in die staal? Wat kost me dat? Of doe ik het toch voor de tijd al en koop ik gewoon quotum bij?
Nou, dat is zeer afhankelijk van hoe uw eigen situatie op uw bedrijf is. Maar groei kan absoluut een mogelijkheid zijn, sterker nog, is een mogelijkheid om in de toekomst die daling van het saldo op te vangen. Maar een andere mogelijkheid is, daling van de financiering per liter melk. We zitten hier vanavond met de banken, dus het is goed om als boeren flink in discussie te gaan met de banken over die financiering. En ach ja, wat is er de laatste jaren gebeurd? Je rente die was lekker laag, hè? Onder de 3%. Nou, ondertussen merk je daar al niet zoveel meer van. De Euribor is 1,4% gestegen in anderhalf jaar. Ik weet niet hoe het met jullie zit, ik heb Euribor financiering. Ik merk dat gewoon dat er gewoon echt duidelijk per maand meer wordt uitgestreven. En dat gaat op een gegeven moment wel wat knellen. En wat je ook ziet is, ja, het onderpand naartoe, de waarde van het onderpand naartoe. Dus het aflossingsvrij financieren kwam ook steeds meer in. Met andere woorden, de financiering is door die gunstige omstandigheden wel verhoogd. Gemiddeld genomen is dat zo'n beetje van 0,65 euro per kilo melk naar 1,35 per kilo melk gegaan. En dat is nog wel een toename. En dat hangt er wel aardig in, want dan moeten we rente en aflossing op betaald worden. U zou die 30.000 euro ook terug kunnen pakken door die financiering te verlagen. Als je die financiering verlaagt met 50 cent per kilo melk, bijvoorbeeld in 5 jaar betekent dat 10 cent per liter melk aflossen. Gemiddeld lost men 6 cent per liter af. Maak daar 5 jaar lang 10 cent van. Dan heb je over 5 jaar 50 eurocent minder. Drukt er dus minder op qua rente en aflossing. Maar dan is er ook nog een fiscusje om de hoek op kijken. Want dat betekent dat u een tijdje waarschijnlijk niks doet aan investeringen. En dan komt de fiscus er om de hoek kijken. Zo blijft het altijd een leuk spel van factoren. Maar we gaan even verder op die financiering, want we zitten hier met de bank. En dan duiken we er even in. Die financieringslasten, die centen per kilo melk. Tik maar door. Dat de onderin. Zien we de euro staan. 2 euro per liter melk. 1,50. 1 euro 50 cent. Wat betekent dit nu voor wat je per liter melk kwijt bent van je rekening courant aan die financiering? Nou, het is heel simpel eigenlijk. Niks geen wisten, gewoon 5% van dat bedrag. Aan de linkerkant is dat 10 cent per liter. En aan de rechterkant is dat slechts 2,5 cent per liter. Heel logisch. Maar laat doortekenen. Er moet ook afgelast worden. Want een aflossingsvrij is mooi. En dan praat ik met een klant en dan zeg ik, hoe gaat het? Nou, dan heb ik mijn krant ook nog knap. Hè? Kan hem aardig bij nul houden, gaat goed. En dan kijk je, wat is er eigenlijk afgelast? Nee, niks aflossingsvrij. Hoeft pas over 3 jaar. Hè? Net overgenomen, zwaar. Kom wel even wachten. Maar dat is een heel vertekend beeld. Hè? Je moet zien wat je kunt aflossen. En als je daar niks doet, dan moet je geld overhouden. En hier laten die aflossing, dat hoeft echt niet nul te zijn. Want die hoeft niet meer. Vroeger, mijn oma, die zei altijd van, sparen eerst het geld op en dan kopen balans. Maar die tijd is voorbij. Het wordt gewoon gefinancierd. En je hoeft echt niet naar nul toe om je pensioengoed in te gaan. Maar een halve euro per liter melk laten we die nou eens niet gaan aflossen. Maar de rest wel. En dat doen we dan ook in een reëel tempo van zeg maar 20 jaar gemiddeld. En dan zie je dat je bij 2 euro 7,5 cent per liter kwijt bent aan aflossen. En die van 50 cent, die hoeft niks aan te lossen. Want die zit al op die bodembaar. En tel je dit nou weer op. Dan kom je uit op 17,5 cent aan de linkerkant. En 2,5 cent aan de rechterkant. En dan gaan we even door, want dit zijn dan de financieringsposten. Maar daarnaast zijn er nog een paar andere verplichte onderdelen in het bedrijf. Privé, 25.000 euro. Ik vind gewoon, als je een bedrijf hebt, een gemiddeld melkveebedrijf, waar zoveel werk in wezen in zit, waar zoveel vermogen onder zit, waar zoveel visie, inspiratie, ondernemerskracht in zit van een boer, dan moet je toch minstens 25.000 euro uit kunnen halen. Dat moet toch niet gek? Dus die trekken er gewoon uit en rekenen gewoon mee. Dus 3,5 cent per liter. Voor de rest willen we het bedrijf ook op orde houden. Als er een schudder kapot is, dan kopen we een nieuwe schudder. En als de trekker kapot is, dan kopen we een nieuwe trekker. Gemiddeld 2 cent per liter melk wordt er afgeschreven machinepark. En het blijkt dat je dat gemiddeld nodig hebt aan herinvesteringen om je machinepark op peil te houden. Dus bedrijf draaien, privé eruit. En dan komen we op totale lasten van per liter melk van 23 cent aan de linkerkant. En 8 cent aan de rechterkant. En wat zegt dit nou? U moet dit wel meetrekken als melkverhaal. En dit moet dus betaald worden uit datgene wat u van een liter melk over had. Dus opbrengsten, min variabele kosten, min vaste kosten. Moet dit opbrengen op die kant en dat op die kant. En dat is wel een gat. Dan kijken we eens wat doet men daar gemiddeld. Gemiddeld 17,4 euro hield men over uit het bedrijf. De bruto geldstroom uit het bedrijf. In onze topkoersrapportage staat hier weergegeven onderin. 17,4 en je ziet dus al.
bij een melkprijs van 32 euro, als die melkprijs gaat dalen, hoe komt dat dan uit? Je ziet nu al een gat. De top 25 zit 20,9, dus die kan het al niet eens trekken, die 2 euro. Die moet al ergens beknibbelen. Het zijn op UV, het zijn op aflossing, het is gewoon niet meer te trekken. Je moet je wel realiseren dat er op een gegeven moment een wal is. Vreemdvermogen in je bedrijf brengen is goed. Je brengt je bedrijf op gang en er gebeurt wat. Aan de andere kant, het moet wel opgebracht worden. En in mindere tijden, hoe dan? Hoe vangt een zwaar gefinancierd bedrijf een melkprijsdaling op? Misschien is dat wel een goed issue om vanavond bij stil te staan. Dan nog even wat aandacht voor het kopen of leasen. Wat doen we dan op het moment van kopen of niet? Nou, rekenen maar, hè? Ja, je kan het in principe zo uitrekenen. Klik maar eens voorkomen. Wij gaan er even vanuit, want wat is daar cruciaal in? Dat je als boer aan een liter melk voldoende overhoudt. Iemand die het knap doet, die kan al een extra liter melk 25 euro cent overhouden. Dat kun je onderbouwen. Neem het nu maar even aan dat het in deze berekening is meegenomen. En dan gaan we even uit van twee niveaus van quota. Al is dat 100% op dit moment, vreemd genoeg straks gekomen nu weer. 34 cent voor de koop, 100%. En 9 voor de lease, 100%. We kunnen ook 0% kopen en zeggen van nou, dit jaar is het slaan over, want ja, die prijzen die lachen iets te gemoed. Hebben ze wat we gewend zijn uit het verleden? 27 euro per kilo vet, 0% en 4 voor lease melk volgend jaar. Nou kom, wat gebeurt er dan? Dan zien we een mooie grafiek verschijnen. En wat zie je hier? Die rode lijn, dat is het koren wat je nu komt, dikke rode lijn. En je ziet dus dat deze boer in 2012, 2013 komt die boven de nullijn. Want wat zien we hier? Hier is het geld min, is erin geïnvesteerd en plus is eraan verdiend. En die lange balk, dat is de tijdsbal. En wat zie je? Als je investeert, gaat het eerst flink in de min. En dan kijken we, wanneer kom ik naar boven nul? En dan blijkt dus dat je in 2012, 2013 boven nul komt. Geloof je nu dat het quotum blijft tot 2015 of niet? Dat is hier eigenlijk de vraag. Want ik kan hier een mooi verhaal van maken. Want we zien eigenlijk hier ook een lease. Hè? Het is eigenlijk een beetje een wedstrijdje tussen koop en lease. Lease begint ook wat minder, want je betaalt nu 9 cent. Dus je investeert nu eigenlijk in uitbetaling van melkpremie voor de toekomst. Dat bestaat dan in de nul. En dan is het race. En dan is het net wie haalt die in. En dan zie je dat hier pas de koop de lease in had. Dus als hij echt in 2015 blijft, dan wint de koop. Maar is hij de voordraag, komt ook wel de lease aan. Zomaar zijn vragen nu, steek eens in handen. Wie denkt dat quotum in 2012 nul waarde heeft? 2012, nul waarde. Als je dat zo ziet, schat ik dat op 25% in. Als het dan nul waarde heeft, zou je dan nu niet zeggen van verkoop het en ga leasen? Als je eraan gaat rekenen, is dat beter. Dus nu eens kijken van hoeveel waarde heb je dan aan je eigen verhaal? Zullen we morgen nog merken bij de quotum handelen? Eventjes, als de quotumprijs wat lager wordt, want je moet dus naar beneden, de quotumprijs, kun je daar geen weer klikken tussen deze en de volgende. Dan zie je dus dat nu die lijn ervoor is gekomen. Hè? Dan kunnen we een beetje zo heen en weer, je ziet deze 30 cent, dit is 34 cent. Steeds heen en weer, dan zie je de lijn te verschuiven. Dus het wedstrijdje, die lease blijft eigenlijk gelijk. En dan maakt hij die lager, want dan wordt hij eerder gewonnen door die koop. Dus die koopprijs bepaalt hier ongeveer een jaar. Als je 4 cent zakt, ben je ongeveer een jaar eerder heb je hem terug. Uiteindelijk duurt het best wel lang voordat je hem terugverdient. Stel je voor het gaat hier mis. Dan zie je dus dat je met leasen altijd nog wat verdiend hebt. En dat je met kopen het niet terugverdient. Dus het is wel even een sterke vraag van ja, kopen of leasen, wat verwacht je van de quotumprijs in de toekomst? En kun je dat terugverdienen? Punt is natuurlijk als iedereen het gaat doen. Zie je dat in de prijsverhouding van lease naar de koopmelker terugkomen. Maar alleen hier behandelen, dan duurt het unieke lease weg. Wat ga je zelf doen? Doormelken. Doormelken. En aflossen. En klaarmaken voor het volgende onderwerp. Want die pakken er al bij. Dit vind ik nul. Dit is een ander type stal, hè, dan we kennen. En investeren in gebouwen, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Want er komt straks een tijd dat we een groot cadeau krijgen. Een heel groot cadeau in de vorm van veel melk kunnen leveren. En dan wil je toch als boer daar wel gebruik van kunnen maken. En hoe kunnen we nou naar die gebouwen kijken? Klik er maar zo. Financieren. Een stal die moet betaald worden. We lieten net het zien dat 2 euro per liter moeilijk te trekken is. De andere kant weet je gewoon, voor de toekomst moet die mee. Je kan wel gaan rekenen aan quotum en zeggen, als de stal moet,
dan kan je geen kloten meer kopen, dan kan er helemaal niks meer, want de stal is eigenlijk altijd duur. Maar ik weet ook, als ik over 30 jaar een boer wil zijn en goed wil melken, dan zal ik toch een keer wat moeten. Kijk gewoon naar je financiering, voor en na die investering. Kijk naar de capaciteit van je systeem in plek van naar je kwotum. Je kwotum is nu belangrijk, maar straks niet meer. De capaciteit van je totale systeem is belangrijk. Je arbeid, je gebouwen, je grond en je mestercreativiteit. Hou rekenschap met rendement op nog niet benutte capaciteit in je gebouw. Als je een dikke stal hebt, in wezen zou ik zeggen, zet de stal tot 250 koeien. Maar dan moet ik het wel kunnen trekken. Dan kijk jaren vooruit. Dat heeft nog een andere reden dat vind ik. Maar als je het niet kunt trekken, dan inhouden. Dan moet je terug naar 150 of misschien wel 100. Het gaat even om een aantal aspecten die bij bouw een rol spelen. Wat zien we nou? Die bouwkosten die stijgen ieder jaar wel 5%. Dus we hebben het over aflossen. Dus we halen in. Aan de andere kant die bouwkosten die achtervolgen doordat ze steeds gaan stijgen. Het is een beetje als een boot op een rivier vaart tegen de stroom in. Ten opzichte van water vaar je 10 km per uur, maar eigenlijk kom je maar 5 vooruit. En dat wachten, dat kost dus ook geld. Dat is een beetje het spel. Aflossen versus die waardestijging van gebouw. Het schijnt te maken hebben met het aantrekken van de economie. Dan kun je wachten op het inzakken van de economie. Nou, we hebben net verkiezingen gehad, misschien dat er wat gaat zakken. Het voordeel zou dat voor u kunnen zijn. Als er een draai naar links komt, dat die bouwkosten er wat achter nemen. Maar goed, de verwachting zou eerder dat ze nog 1 of 2 jaar stabiel blijven. Maar daarom zal het niet snel gebeuren. Dus, denk na over wanneer past die bouw. Als je echt door wil gaan als boer, dat is natuurlijk sterk, ik vraag aan jou, wil je, misschien wil je helemaal niet doorgaan. Hè? Misschien wil je wel zeggen van, ik wil eigenlijk nog wel 10 jaar melken, maar dan zie ik die waarde dadelijk van kwotum aankomen en wat moet ik nu? Dat is ook een punt. Maar dat kan ook een aantal vullen. Even nog die bouwconcepten. Wat is gewoon belangrijk als je gaat bouwen? Goedkoop. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 2000 tot 5000 euro per box zien wij in de praktijk. Dat is 25 eurocent tot 63 eurocent per kilo melk. Zit ik nu op 1,50? Ik zeg bijvoorbeeld, ik wil maximaal 1,50 financieren. En ik kan het goedkoop bouwen, dan moet ik zakken tot 1,25 en dan kan ik erin knallen op die stal. Als ik een luxe bouw, 5000 euro per box, moet ik eerst zakken tot 90 cent. Dan kan ik die 3 cent erdoor gooien, zit ik weer op 1,50. Dus op pendel je heen en weer tussen gewenste financieringniveaus. Sterk belangrijke bijst, de nadruk arbeidsefficiëntie. Denk ook na. Dus er moet efficiënt gewerkt kunnen worden. Van belang is in de toekomst veel melk per maand kunnen produceren. Met gemak, meer melk. En dat is een stal in de cruciale. De toekomstige uitbreiding van het gebouw. En zo kwam ik afgelopen weekend op die zaterdagmorgen daar een verhaal over tegen in een blad. En dat wil ik even met u delen. Het ging over informatie over concepten, bouwconcepten in het buitenland. We praten over slaap, vreet en een werkstal. Slaap, vreet en een werkstal. Nou, wat mogen we dat dan zijn? Krijgen we een tekening en zou ik zeggen, focus u vooral op deze helft, die is eigenlijk wat mooi. Dan zien we hier een stalconcept zoals het in het buitenland veel voorkomt. We hebben hier de werkstal. Daar ben je al vanaf gehouden aan het werk. Daar zit je het grootste deel van de dag. Er wordt gemolken, er zit een wachtruimte in en je hebt ruimte voor de zorgkoeien. De koeien met problemen die je toch altijd hebt. En de nieuwe de koeien die even extra goed opgestapt moeten worden, even in de gaten moeten houden, even een paar dagen temperaturen, stoelen, etc. Daar gebeurt het. In deze stal heb je de lichtvreedstal. Hier een eenheid van 120, daar een eenheid van 120 koeien. Hier is alles gezond, en loopt alles perfect en is het gewoon op gaan met de koeien. Die gaan hier naartoe en hier gemolken. 240 koeien en dan denk je verder op termijn en dan kun je dus makkelijk hier de bekende haven maken. Nog twee eenheden erbij, stuk voor stuk. Alles leidt door centrale pad hier naartoe en eventueel kun je hier nog wat erbij zetten. Op die manier heb je contact over de toekomst van je bedrijf. Dus trek je luchtfoto van de muur, leg een kopieerapparaat of ga naar Google Earth en print je bedrijf af en ga dat met een pen tekenen. Hoe moet het er voor mijn bedrijf op termijn uitzien? Nadenken over strategische bedrijfsontwikkeling. Goed, we eindigen met een paar aanbevelingen en een paar stellingen. Dan wordt het tijd voor de workshop. Wat zeg je nou? Sowieso draait dat 25%. Dat is gewoon van belang dat je een goed resultaat uit kan moeten melken als je het door wilt in de toekomst. De volgende. Financier niet boven de 1,50 euro per kilo productiecapaciteit. Dus een hele hoge financiering is mooi, maar ook gevaarlijk. Ik zeg dat gewoon een stelling. En dan 1 euro, niet per kilo koper, maar per kilo productiecapaciteit van uw systeem. Kortom, geloof in uitholling voor 2015. Geloof je dat?
Kort dan geen quote. Maar lease het. Lease het biedt momenteel heel mooie mogelijkheden. Als je denkt van tot 2050 blijft, is dat anders. Wel eens in je leven een straal. Misschien wel een flinke. Iedere generatie komt er een keer voor te staan. En last but not least, succes. Dat wil ik maar laten.